Torenbeklimming Teteringen. Op zondag 24 september 2017. Daar heb je Zuiderhout. Ja. En Tools to Work, waar ik vrijwilliger ben. Teteringen. Willem-Alexanderplein. Oh ja, daar kijk je nog even. Mag ik eens kijken? Helaas is het vandaag rijig. Maar die club is af. Maar unieke kans. Oh, oké. Op welke is de Efteling op? Die kant. Ja, is dat die piek daar? Ja, ik zie het. Daar is de Efteling. Ja, dat is de Efteling. Ik denk dat ik gebouwen vanaf lijn zie. Nee, dat kan niet. Ik denk dat het daar. Oh, ja, ik denk die kant. Kijk, maar daar gaat de Zuiderhout liggen. Teteringen, noordwestkant. Tijdens de torenbeklimming op zondag 24 september 2017. Begraafplaats. Daar is de grote kerk van Breda en de waterdonken. Helaas is het vandaag heilig en het uitzicht is beperkt. Dus de schaduw van de toren. En daar staat mijn fietsje. Torenbeklimming in Teteringen bij Breda met studenten uit Mexico. Es que la velocidad que alcanzas en cualquier momento por romper la red como si fuera un alfiler en una hoja. No, quién sabe, también el que. Het is dus toch wat bijzonder in de toren. Zo. Ja. Je zou hier zien naar een Hebben jullie het haantje allemaal gezien? Nee. Heb je het haantje gezien? Nee. Als je hier in de hoek staat, dan zie je het haantje al doen. Oh. Ja, op die hoek. In deze hoek, dan zie je het haantje. Kijk hier aan de zijkant. Ik zie het haantje. Hallo. Moet je schieten. Zie je hem? Nou, het hoogste puntje bij de haantje schijnt hier mee. Dat was de torenbeklimming op zaterdag 7 oktober 2017.